En dat is... Klokslag 10 uur. Einde van de grappenmakerij. Ik hoop dat u mij een beetje steunt, want dit is heel serieus werk. En het moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het 3 jaar met een stagiaire. Een ogenblikje, mevrouw. Ik pak even pen en papier erbij, want ik zit nog in mijn stageperiode. Ja, ik ben een stagiaire bij 3 jaar. Nee, mevrouw, dat geeft niet, hoor. U kunt praten over wat u me wilt. Jawel, ik ben een stagiaire, maar dat maakt niet uit, hoor. Geef niet, mevrouw, dat het een heel erg zwaar onderwerp is. Nee, hoor, ik ben wel de stagiaire, maar dat maakt niet uit. Zegt u het maar. Uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw... Dat is niet goed, dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Ik raak helemaal in paniek nou. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel moet doen. Ik raak geweldig in paniek. Zet hem op de zaalversterking, dan kunt u allemaal meeluisteren. Misschien kunt u mij een beetje helpen. Ik weet helemaal niet of ik dit wel moet doen. Riaag met de stagiaire? Ja, meneer. Hier met Anna van der Waal. Anna van der Waal. Ik maak een moeilijke periode door momenteel. En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u? Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien. Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek. Zeg maar jij hoor. Jij hebt het gevoel... Dat gaat helemaal niet goed. Ik voel het wel. Dat gaat de verkeerde kant weer. Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd? Dat je moet genieten van iedere dag. Je moet genieten van iedere dag. Ja, want 2 jaar geleden is mijn man overleden. En daar geniet je nog iedere dag van? Dat gaat niet goed. Ik kan dat niet. Ik ben er niet zo goed. Ik ben er niet zo goed. Oh, erg wat is dat, man. Ik ken dat niet zo goed. Wat zegt u? Je man is overleden. Ja, 2 jaar geleden. Hoe oud is je man geworden, Anna? Hij is 65 jaar geworden. Sorry, Anna, wat zei je? Mijn man is 65 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Dat je alles positief bekijkt, toch? Ja, ik bekijk alles altijd positief. Alles positief. Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Mm-hmm. Omdat mijn man dus is overleden. Ja, dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je graag had gewild? Ja hoor. Ik bewaar daar hele goede herinneringen aan. Kijk, dat is altijd fijn. Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg... dat had anders moeten mm-hmm. gebeuren. Maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken. Nee, precies hè. Maar dat weet je voor de volgende keer. Oh, Anna. Dat doe ik helemaal niet goed, dat doe ik helemaal niet goed. Ik wil die mensen helpen. Maar je kunt wel mensen willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen. Ik weet niet of ik dit wel kan. Ik wil dat wel, maar ik flap er gewoon maar van alles uit. En dat moet je geloof ik niet doen in de hulpverlening. In de hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. Een hulpverlening moet je eerst goed bedenken wat je eruit wil flappen. En dan moet je wat anders zeggen. Dat is heel belangrijk. Zal ik u wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Dit is veel moeilijker werk dan deze flauwekul hier die ik gewend ben. Ja, heel ander werk. Dit is zelfs een compleet andere wereld dan deze wereld hier die ik gewend ben. Ja, dit is ook compleet anders denken. Verdriet is niet altijd leuk. Nee, verdriet kan ook heel erg zijn. Zo is het.